Ben je er klaar voor? Ja, eigenlijk wel. Dus net de oefenronde gespeeld en het ging wel goed. De baan kennen van vorig jaar, dus het is iets moeilijker dit jaar. Er is veel regen gevallen een week of drie geleden. Waardoor de ruf een stuk heftiger is dan vorig jaar. Maar ik ben er klaar voor. En ook al was ik er niet klaar voor, dan was het ook goed geweest eigenlijk. Dus nee, ik kijk er wel naar uit. Wanneer wist jij dat je in dit toernooi zat? Want het was even spannend natuurlijk. Ja, het was zeker spannend. Ik had om een invite gevraagd in principe. Dat ik denk van nou, als ik er niet op mijn eigen ranking in kom. Dan ja, wie weet kan ik een van die vier invites krijgen. Officieel wist ik het zondag eind van de dag. Maar de laatste week zag het er al naar uit. Ik heb natuurlijk veel rekenwerk zitten doen. En te kijken of er mensen mij voorbij konden. En ik werd wel op de tour op de hoogte gehouden van de positie. En uiteindelijk kwamen er ook steeds meer mensen hierin. Dus gingen een aantal mensen afzeggen. Dus ik denk dat ik een week geleden had ik wel hele goede hoop. Dus dat was fijn. Want die invite, dat werd hem dus niet? Nee, ik had hem niet nodig. En ja, achteraf weet ik ook niet of ik hem gekregen had. Dus het grappige was dat week of, ik denk 5, 6 geleden, zei Jannie van ja, volgens mij zijn alle invites weg. Want volgens mij krijgt David Lin ook een invite. Ik zeg, nou David Lin, waarom zou die een invite krijgen? Weet je wel, ja. Jannie, ja, hij is wel Engelsman en de Tour is Engels. En toen dacht ik, ja, daar heeft hij een punt. En nu is het inderdaad grappig dat David Lin heeft inderdaad een invite. Dus, maar ik heb hem gelukkig niet nodig. Dus het goede is daarvan dat ook mijn geld meetelt. Dus dat ik mijn hele kleine kans nog Dubai zou kunnen halen. Ja, want we gaan allemaal vanuit dit jouw laatste toernooi. Daar ging jij ook vanuit. Daar heb je al je gasten hiervoor naartoe gehaald. Ja. Wat nou als? Dan moeten alle gasten mee naar, naar Dubai, inclusief jij. Dus. Nou ja, die kans is wel klein. Ik bedoel, het is heel moeilijk nu met dat hele puntensysteem en dat het soort van dubbel telt als je alle vier de toernooien speelt. Dus ik weet ook niet eens precies waar ik moet eindigen. Ik weet dat ik gewoon heel goed moet spelen. Dat ga ik natuurlijk sowieso proberen. En het kan altijd, maar goed, dat zien we dan alweer. Dus het is volgens mij top 5 of beter. Dus, maar ja. Laten we er even vanuit gaan dat je dan zesde wordt. Er zijn heel veel laatste momenten geweest dit jaar. Dit is dus waarschijnlijk je laatste toernooi. Hoe stond jij van de week je koffer in te pakken? Haastig, want ik ben altijd te laat. Maar het, dat moet ik zeggen dat ik daar nog niet eens zoveel bij na heb gedacht. Maar het was wel raar. Afgelopen zondag was ik bij Tom, mijn coach. En nou, dat was eigenlijk de laatste keer dat we natuurlijk samen trainen. Ik bedoel, ik zal hem nog heel vaak zien en koffie drinken. Maar eigenlijk, ja, ik denk niet meer dat ik zo vaak ballen ga slaan met hem. Dat was ik niet echt nodig. Dus dat was een raar moment. En ja, het is toch natuurlijk raar met je caddy en de laatste oefenronde. En het, de tour, de commentatoren van Sky kwamen naar me toe en... ja, is het echt je laatste? Dus ik zeg, ja, dat is mijn laatste. Ja, maar ga je helemaal niet meer spelen dan volgend jaar? Ik zeg, nee, ga je helemaal niet meer spelen. Nou, dat kunnen ze niet echt voorstellen. Dus het is voor mij ook een beetje onecht om het zo te zeggen. Maar het is ja wel de laatste. En ja, er zijn inderdaad heel veel momenten deze week van nou, laatste keer oefenronde of laatste keer dit of laatste keer dat. En, maar uiteindelijk, ja, dan is het de laatste hol en de laatste slag en dan is het afgelopen. Dus ja. Je zegt dat zo makkelijk. Dan is het afgelopen. Dat geloof ik niet echt. Ja, zelf waarschijnlijk ook niet. Nee, ja, wat het bijzonder moment was KLM natuurlijk. En daar heb ik ook niet goed kunnen plannen of goed kunnen denken van wat het zou zijn. En dan overkomt het zo'n laatste hol dat het toch ja, redelijk emotioneel is om zo'n laatste hol te spelen. Ik verwacht dat hier niet, maar ja, zeg nooit nooit. Omdat het gewoon heel anders is hier, weet je wel. Het is, natuurlijk zullen er wel mensen die zullen wel weten dat het mijn laatste toernooi is. Maar het is toch een beetje in afgeschermde hoedanigheid hier. Dus ja, het is vooral denk ik voor mezelf de laatste toernooi. Maar het echte afscheid was eigenlijk al in Zandvoort met KLM. En ik vind het leuk dat een klein groepje hier is die hechte mensen die om me heen zitten. Om hier zeg maar de laatste toernooi te spelen. Maar ja, hoe dat precies is, dat moet je dus op zondagmiddag vragen.